Hoe is het geweest? Ik vond het fantastisch, ja, dat we hier weer mochten spelen. Het was natuurlijk wel een beetje kort, 15 minuten. Normaal spelen we een uur en een half of zo. Dus, maar ja, kort en goed. We hebben hier al gespeeld 5 jaar geleden of zo. Ik kom hier graag terug in het mooie Ternat. Maar het was er niet droog, het was Ternat. Dat is wel jammer natuurlijk, maar dan staat iedereen in de tent. Ja, ja, ja. Het is een beetje een vreselijke zomer geweest, maar we hebben altijd chance gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk het drama Pukkelpop, hebben we ook meegemaakt. Hij heeft niet echt aan de lijve, maar ja, we zouden zeer graag op Pukkelpop gespeeld hebben. Maar ja, het is nu eenmaal gelopen zoals het moest, gelopen is. En, ja, super jammer, maar kijk, Ternat heeft alles goed gemaakt en andere optredens ook. En in Holland, we hebben ook in Holland wat gespeeld, wat dan eigenlijk niet zoveel doen, maar nu eigenlijk wel. Ja. Dus, ik ben content, super. Ik ben een heel grote fan van die Appezits. Ik heb 2 gram wit in een envelop, gaan 2 Mercedes-Benzjes op. Dat is popspeel straks ook. Steek naar breed. Heb je gezien, Steek naar breed? Ja, ja, ja. We hebben er 5 keer mee gespeeld of zo. Van de zomer. Ja, voor mij als persoonlijk als popliefhebber is dat natuurlijk wijs om zelf naar die optredens te kunnen gaan, want ik moet er zelf spelen met mijn band. Ja. Ga je vanavond nog iets zien? Ja, ik kan nog proberen wat blijven. Ja, ja. Dat is pop zeker. Ja. En Stromae misschien. Ja. Stromae al eens gezien het optreden? Ik heb Stromae 1 keer gezien, maar dat was meer zo'n soort showcase. Ja. Ja, maar het is een fantastische gast. Ik ben echt blij dat zo'n echte Belgen met zo'n superwereld heeft. Ja. Dat doet altijd deugd. Ik ben altijd blij voor andere mensen, ik zie dat wel. Hè.